Goed, welkom weer bij een screencast over Virgilius. Het is alweer een tijd geleden. We zitten inmiddels in het Elysium. En hier zie je een plaatje van een magic card. Die heet Black Aether. Gaat over de Aether. Een stof waar eigenlijk niet zo heel erg veel van bekend is. En die eigenlijk als een soort materie gezien wordt van alles wat boven de maan is. Dus alles wat niet van aarde, water, lucht en vuur gemaakt is, is van ether gemaakt. En blijkbaar geldt dat in het Elysium, waar we nou aangekomen zijn, ook. Het is een van de rare filosofische dingen die in het zesde boek van de Eneï zitten. De eerste zeven versen, moet ik eigenlijk zeggen, staan hier weer voor ons. En ik loop er even snel doorheen, omdat de grammatica die hier van belang is, is zometeen in vers 638 de ablativus absolutus, die ik nog niet nog een keer heb op uitgelegd. Maar het begint heel simpel. Het begint met een werkwoord, een onderwerp en een leidend voorwerp. Aeneas betreedt de ingang. En hij doet nog iets. Hij doet een werkwoord. Hij besprenkelt een leidend voorwerp, een corpus, is onzijdig, daarom is het op oes van groep 3. En besprenkelt zijn lichaam en recenti aqua, hyperbaton, heb je inmiddels ook vaker gezien. En hier bij dat aqua zie je dat het een lange a in het metrum, dus moet een ablativus zijn. Hij betreedt de ingang, besprenkelt zijn lichaam met vers water. En je herinnert je misschien nog wel die tak die hij moest hebben. Nou, die maakt hij vast. Figit. Die maakt de tak vast aan de tegenoverliggende drempel. Letterlijk op de tegenoverliggende post. Ga ik even verder naar het volgende zinnetje. De hoofdzin. Devenere is devenerunt. Is hier inmiddels misschien ook bekend. Zij bereikten. En wat ze bereikten staat in de ablativus, loco's, plaatsen, en die zijn laito's, vreugdevol. Men bereikte nog meer. Men bereikte de amoina, de lieflijke virecta, groenten letterlijk. Niet in de zin van dingen die je op moet eten, maar goede velden. Dus lieflijke, vreugdevolle plaatsen, liefdevolle groene velden. En dat gaat nog verder in dat vers daarna. Van gezegende wouden, hoe fijn wil je het hebben? Fortunatorum nemorum. Van gezegende wouden, dus allebei genitives, orum orum. En hij bereikte nog meer, hij bereikte de cd's, de gelukkige zetels. Beata's, gelukkig cd's, zetels. Eigenlijk is dat stuk niet zo heel erg lastig. Wat lastiger is, is dit stukje hier tussenin. His demum ex actis en perfecto munere divi. Daarvoor moet je een stuk grammatica terughalen wat lang geleden is, omdat het niet zo vaak in Virgilius voorkomt. Maar hier wel, en dus leg ik het hier uit, namelijk de ablativus absolutus. Letterlijk betekent ablativus absolutus losgemaakte ablativus. Dus het is een ablativus die eigenlijk losgemaakt is uit de rest van de zin. Een ablativus vertaal je sowieso vaak als een van de laatste dingen omdat het een bepaling is. En dat is hier ook zo. En hij bestaat uit een naamwoord, hier in het blauw, en een participium, hier in het rood. Die heb ik hier ook staan, een naamwoord, his of munere, van munus. En een participium ex actis, een perfecto, van ex agere en perficere. Het is allebei een participium van het perfectum, allebei in de ablativus, in dit bovenste geval in het meervoud, met his erbij als naamwoord, en in het onderste geval in het enkelvoud, met munere als naamwoord en perfecto als participium. Nou, als ik dat ga vertalen, dan staat er letterlijk deze dingen
volbracht zijnde, of het geschenk voltooid zijnde. Ik zeg in mijn les vaak, dit gezegd zijnde, kunnen jullie aan de slag. Dat is eigenlijk ook een ablativus absolutus. Dit gezegd zijnde staat als zinsdeel los van de rest van de mededeling, gaan jullie nu aan de slag. Nu lukt dat in het Nederlands niet zo heel erg vaak, dus dan moet je trucjes gaan toepassen om dat toch als een soort van bepaling te vertalen. Dan vertaal je een bijzin. En die bijzin die begint dan met nadat, als het een perfectum participium is, of terwijl, als het een presens participium is. Nou, hier is het allebei perfectum, ex actis en perfecto van ex agere en perficere. En ik ga dus een bijzin vertalen waarbij het naamwoord onderwerp wordt. Dus dat is in dit geval deze dingen of het geschenk. En het participium persoonsvorm. Dus volbracht zijnde ga ik vervangen en voltooid zijnde ga ik vervangen. Hoe dan? Nou, als volgt. Dit was allebei perfectum participium, dus nadat deze dingen waren volbracht, nu is deze dingen onderwerp van die zin, en waren volbracht is de persoonsvorm geworden, en nadat het geschenk was voltooid. Het geschenk is onderwerp geworden en was voltooid is persoonsvorm geworden. Dat is in de basis van hoe een ablativus absolutus wordt opgebouwd. Dus je hebt een naamwoord en een participium, allebei in de ablativus. Je vertelt een bijzin, je kiest het goede voegwoord, nadat voor het perfectum, terwijl voor het presens, en je maakt het naamwoord onderwerp en het participium persoonsvorm. In de tekst maak ik die weer turquoise, omdat het toch een bepaling is. Nadat deze dingen waren volbracht, en nadat het geschenk, pak ik divi dativus nog even bij, voor de godin voltooid was. En een typische examenvraag is natuurlijk, van wie is deze godin? En dat is natuurlijk de godin van de onderwereld, de vrouw van Hades, of de vrouw van Pluto, als je het typisch Latijns wil zeggen. En dat is Proserpina, of Persephone, als je het Grieks wil zeggen. Nadat het geschenk voor de godin voltooid was, bereikten zij de vreugdevolle plaatsen en de lieflijke groene weiden van de gezegende wouden en de gelukkige zetels. Klaar. Dus ablativus is op zich helemaal niet zo moeilijk. Dan kom ik bij het volgende stuk. Ik pak eerst hic en vestit. Hic kan deze of dit betekenen, maar ook hier. Dat stond in een vroegere screencast. Vestit, waar ons woord vest vandaan komt, uit kleding, hier bekleed. Nou, moet ik een onderwerp zoeken, dat is in dit geval iter. Er is geen enkel ander woord wat in de nominativus hier staat, behalve largior. En dat is een bijvoeglijk naamwoord. Maar ik pak eerst iter. De eter bekleed. Hier bekleed eter. Campos, dat is dan de accusativus de velden. Hier bekleedt eter de velden. Eter, moet je misschien even weten, dat in de hele oude filosofische teksten bestaat alles wat onder de maan is uit vier elementen. Aarde, water, lucht en vuur. In die volgorde, want aarde is het zwaarst, daarna water, daarna lucht en daarna vuur. Dus alles wat aarde is, trekt naar de zwaartekracht. Wat er boven de maan is, is gemaakt van zogenaamde quintessens, vijfde essentie, oftewel ether. Dat heb ik je in de les wel eens uitgelegd. Nou, blijkbaar hier in de onderwereld dus ook. Ether die straalt zo over die velden heen. En dat hoort bij largior, breder. Ior is een kenmerk van een comparativus. Heb ik nog geen screencast over gemaakt, maar volgt misschien nog wel. Ior. Dus breder. Hier bekleedt eter de velden breder. Dit is dus dubbel verbonden vertaald. En dat doet hij nog meer. Lumine
purpuren jou een hyperbaton weer met een purperen licht. Purperen licht, allebei de ablatives. En de schimmen daar beneden, dat is die Norund, zij kennen. En zij kennen Suum Solem, hun eigen zon, en hun Sua Sidera, hun eigen sterren. Suus verwijst altijd terug naar iets wat van henzelf is. Dus die hele onderwereld, het Elysium, kent zo zijn eigen kosmos, kent zijn eigen opbouw. Er is een zon, er zijn sterren en ether, die quintessens, die onvergankelijke materie, die bekleedt het geheel. Goed, ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad en dat je die ablatives absolutus nu ook snapt weer. En dan spreek ik je wel weer in een volgende screen.